Welkom bij een nieuwe aflevering van Karpen Vissen met Pop-Ups. Het is ongeveer 9:30 en we zijn hier bij de kleine vijver in het bos. En ik hoop dat we vandaag een mooie karper eindelijk eens kunnen gaan vangen op de pop-up. Ik ga weer met twee hengels met de Chotrichs vissen, dus ga even de hengels opzetten. De maat van mij is er ook bij, dan zullen we zomaar eens uit gaan varen. Ik heb dus even een lekker lokvoertje aangemaakt met wat bullymix. Gemengd met wat duivenvoer. En dan al aangemaakt met wat water dat een beetje aan elkaar plakt. Dus het is allemaal wat geur en smaakstoffen afgeven. En het geeft ook wat visuele effecten in het water. Zeker door die roodachtige kleur. Dan zie je echt wel goed onder water. Dus ik hoop dat dit gaat werken. Voor de eerste hengel heb ik wat verkruimelde bollies van de testbolly. Stuk of 10. Die heb ik dus helemaal tot kleine stukjes gemaakt. En dan heb ik een paar bollen van mijn zelfgemaakte lokvoer over gedaan. Dan heb ik mijn lood in de boot liggen. Daaruit steekt de leader met eraan een chotrichtje. Daaraan zit de testpop-up met de gele nepmaasje. En die blijven mooi zo recht overeind staan. Toch net iets groter en opvallender aas. Dus hopelijk gaan we hier iets vangen. Je hebt hier een mooie hoek helemaal vol met waterlelies. En hier wil ik eigenlijk tegenaan gaan vissen. Eens kijken of we daar wat actie kunnen krijgen. En dan doen we gewoon de slip dicht. En zo gauw ik beet heb, dan ga ik hier meteen naar links lopen. Want ik wil natuurlijk niet dat ze hierin zwemmen. Je hebt hier ook niet mega veel ruimte. Dus ik ga gewoon aan allebei de hengels een toploodje doen. Zodat ik in ieder geval geen last heb van mijn eigen lijn. Voor de andere hengel eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar dan met wat zoete appelbollies, stuk of 10 verkruimeld. Dan flink wat ballen van de lokvoer erin. Dan mijn lood heb ik ook in de boot met weer een liedertje eruit. En dan heb ik hier een chotrig aan zitten met de zoete appelpop-up. En de andere hengel, die hebben we naar de overkant van het water. Ook daar liggen wat waterlelies. Je hebt daar in het midden ook nog een kale plek, maar dat is iets te risicovol om daarin te liggen. Dan heb je aan de linkerkant en aan de rechterkant lelies liggen, dus dan zwemt hier gegarandeerd in. Het is lekker mooi om op de hoek, slip dicht, toploodje eraan en dan hopen dat er vis langs komt. De hengels die liggen dus op zijn plek en nu is het dus nog maar even afwachten tot er een vis gaat bijten. Maat van mij heeft ook zijn hengels ingelegd. Zijn rechterhengel die gaat hier zo naar de overkant toe. En zijn linkerhengel die gaat hier naar deze waterlelies toe. Deze hengel die ligt eigenlijk maar ongeveer hier zo. En deze ligt meer hier naar de waterlelies hier tegen. Dan heb je hier mijn hengels in een mooie hoek vol met waterlelies. Je zou zeggen dat hier toch wel karper moet zwemmen. Je ziet er echt allemaal gaten in de grond zitten. En er kruipen allemaal rode mieren uit. Moet maar zorgen dat je daardoor niet te veel gebeten wordt, want die doen behoorlijk pijn. We hebben natuurlijk wel de beste stek uitgekozen. De stek met een heerlijke natuurlijke parfum. Een rottende vis in het water. Daar ruik ik lekker jongens. Vooral zo met die zon erop. Af en toe een briesje richting jouw kant. En dan weet je wel dat het lekker gaat ruiken. Waar het vanochtend toen we hier aankwamen nog maar zo'n 7 of 8 graden was, wordt het vandaag zo'n 25 graden. Daar is het toch wel een heel stuk warmer en het begint nou toch ook langzaam maar op te warmen. Ik ben blij dat we hier een schaduwplek hebben, maar we zitten hier wel lekker in de lucht van die vis. Dus dat is wat minder. Maar goed, ondertussen is het dus alweer 2:15. En dat betekent dat het tijd is om toch maar even de hengels opnieuw uit te gaan varen. Ik blijf vandaag tot niet al te laat, tot iets voor de avond en dan pakken we de spullen weer in. Want ik wil in ieder geval gewoon vandaag wel gewoon een visje vangen. Dus ik hoop dat we vandaag in ieder geval hier bij de ladies nog wat beweging gaan zien. Want anders denk ik al niet dat het gaat gebeuren. Het is tot nu toe iedere keer stil geweest. En eigenlijk alleen op de andere kant van de vijver in het midden. Daar hebben we wat vis gezien, de hele tijd bovenin. Maar verder is het eigenlijk overal wel rustig. In de voerboot heb ik weer mijn lood zitten en een paar grote ballen met het lokvoer en wat van de droge mix eroverheen gestrooid. Dan heb ik daar de testpop-up aan zitten met een maisje en dit moet hem gaan doen weer. Met deze hengel gaan we weer strak tegen de ladies vissen en daar gaan we hem droppen. En dan hoop ik dat we daar eentje gaan vangen. Net heb ik daar met de groene pop-up gelegen en nu met de gele. Misschien gaat dat het verschil al maken.
even wat nieuw voer erbij. Dus het is weer extra aantrekkelijk. Ook de andere hengel gaan we weer even uitvaren. Ik heb weer flink wat lokvoer in zitten en heel wat droge mix er bovenop gegooid. Dit gaat een mooie wolk in het water geven en dit valt natuurlijk extra op. En deze hengel droppen aan de andere kant van het Lelieveld op zo'n 1,7 meter diep. En daar is het nog helemaal schoon. Dus hopelijk gaat daar de vis wel komen zonder dat we vastzitten aan iets van rotzooi. Ik heb wat droge mix gemengd met een heel klein beetje water. Dit zorgt ervoor dat het eigenlijk wel goed aan elkaar blijft plakken. En dat je een paar mooie balletjes van kan maken. En dit kan je dan zo bijvoeren en dan valt het zo langzaam uit elkaar. En het geeft dus ook een wolkend spoor achter zich aan wat natuurlijk extra goed opvalt. Dus ga hier even een paar ballen van maken. Dan loop ik even naar de overkant en dan ga ik ze daar in het water gooien. En dan zitten we bijna op het einde van de sessie en we hebben eigenlijk nog steeds niets gevangen. We hebben ook niet heel veel beweging meer gezien, dus ik denk ook niet dat het nog gaat gebeuren. Het is nu 4:30 en we hebben weer niets gevangen op de pop-ups. Dus we gaan maar weer inpakken, dan gaan we weer naar huis en dan was dit het weer voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer terug en dan gaan we het gewoon een keer opnieuw proberen. Hopelijk hebben we dan meer succes.